De veerterminal in Harlingen wordt verbouwd. Rederij Doekse investeerde de afgelopen jaren al het nodige in het moderniseren van de schepen en nu ondergaan ook de veerterminals een upgrade. Als eerste wordt de terminal in Harlingen gefaseerd verbouwd en uitgebreid. Naar verwachting wordt deze in het najaar voltooid met een nieuw te bouwen serre aan het Grand Café. Ook komt er een winkelunit. De terminals zijn nog ingericht volgens de werkwijze die Doekse hanteerde in de jaren 90. Omdat tegenwoordig de meeste tickets via internet gekocht worden, zijn er minder loketten nodig. En de tickets worden tegenwoordig gescand. Daarvoor wordt de terminal functioneler ingericht. Voor vaste reizigers en eilanders komt er een priority lane, zodat zij snel en gemakkelijk kunnen inchecken. Er wordt begonnen met hak- en sloopwerk. Rederij Doekse waarschuwt haar reizigers daarom voor de nodige geluidshinder. De veerterminal blijft overigens tijdens de verbouwing geopend en in functie.